schuift bij de top van het klassement natuurlijk. En goed, Club Brugge zit toch op een of andere manier in de flow. Heeft het grote vertrouwen. Dat is in geen tijd gekeerd. Zou je kunnen... Daar toch wel wat meer punten hadden uit verwacht. En inderdaad, bij momenten ook goed. Moussa misschien een eerste keer echt in beeld. Komt naar binnen, trapt. Lammers houdt hij goed vast. Daar komt hij, Hans van Aken. Een goede trap hoor. Lammers in twee keer. Ja, past laag in het hoekje. Muur neerzet. Ja, er langs, niet echt erover. Goed gereageerd, Lammers. Net. De bal nog wel net botste voor hem. We zitten bij Balikwisha. Met Youssouf ineens gooien. En oh, mooie tafel hangen. En Kluckamp. Ja. Formidabele omhaal. Ja. Als hij gekadreerd is, dan is Jack... Ja, zeker wel. Terugleggen en onmiddellijk brengen. Je moet even inhouden. En dan de omhaal. Ja. Is de Kuip. Van Aken kan niet verlengen. En oh, de goal van Monnier. Dit alweer. Dan toch een doelpunt weer na een standaard situatie. En hij heeft de smaak te pakken. Onder de bal door. Hij had hem wel kunnen wegkoppen, denk ik. Uiteindelijk is Onyedika de gelukkige. Doordat die bal daar net valt en hij... Gewoon geen goede wedstrijd voorlopig. Youssouf een bal voor Jansen. Hier zit misschien wat in. Ijuke kan hij aanleggen. Meegeven met Ekkelenkamp. Redding van Jakkers. Voor Vonders misschien nog Mechelen. De eerste echt vlotte aanval van Antwerpen die leidt tot een echte doelkans. Ja, Youssouf makkelijk langs Onyedika. Dan te veel ruimte daar op de linkerflank. Goed meegegeven met Ekkelenkamp. En ja, is het dan Mechelen of toch Jakkers? Ik denk uiteindelijk hier nog wel Jakkers, maar we gaan zien. Ijuke. Het kan naar Youssouf. Drie mensen voor de goal. Meegeven nog met Bataille. Jansen. De vrijheid om te koppen. Maar meer kracht kon hij er niet achter zetten. Nee, moest te veel terug. Meijer kan infiltreren. En ver gaan. Nu is Kouros. 2-0. Plaatst hem goed. Ook de goede snelheid. Hier, ja, of het echt bewust is om die bal daar bij Skoras te brengen. Heel lang geleden. Zou je daar eventueel ook kunnen... Ja, ja, tuurlijk. Nee. Dat is mooi. Van Onyedika. Wat zeg ik? Van Ilan Ikena. En een goede knal, ja. Dat kan hij natuurlijk wel. Ja, 86 minuten moeten op wacht. George Ilan Ikena. Mooi gedaan hier, ja. Weggedraaid bij Mechelen. En dan denk ik misschien meegeven aan Valencia. Dan gaat hij naar binnen om te kunnen trappen. Trapt er net naast. Jansen, veel te veel tijd nodig. Balanta. En Jutla. Thiago is vrij in het centrum. Kan hij bereikt worden? Zinkernagel is ook mee. Daar nog een kans op een derde doelpunt. Zinkernagel, 3-0 voor Club Brugge. En dat betekent voor Jutla toch ook 4 doelpunten en 4 assists in de laatste 9 wedstrijden in de Jupiler Pro League. En dit is het gewerk van Zinkernagel. En voor Antwerpen begint het toch een beetje een leidersweg te worden. Deze Champions Playoffs. En ik zei het al, volgende week komen ze terug hier in het Jan Breydel Stadion tegen Cercle Brugge.